Stripvrienden, het waait hier. Het is een beetje saai, regenachtig, koud, maar dat mag de pret niet drukken. De stripvlogger op locatie. Ik sta bij het Muiderslot, waar de opening is van het Tompoesjaar. Het jubileumjaar, want Tompoes is 75 jaar geworden. En voor die gelegenheid is natuurlijk het Muiderslot even omgedoopt tot Bommelstein. Het kasteel van Olivier B. Bommel. En ik ga hier binnen kijken wat er allemaal te beleven valt. De expositie die hier zal zijn. Ik heb al wat kraampjes gezien. Ik ben net al even stiekem binnen geweest. Dus ik heb al gezien dat het heel gezellig is. En natuurlijk alles in het teken van Olivier P. Bommel. En Olivier P. Bommel en Tom Poes lopen ook rond. Dus die kun je ook nog zien. Dus wie weet komen die ook nog voorbij. Nou, we gaan binnenkijken. Het is een gezellige drukte hier op het Muiderslot, of eigenlijk Slot Bommelstein op dit moment. En naast mij staat Arnoud Alderwieste van de Martin Toonder Verzamelaarsclub. Ik heb begrepen dat jullie deze dag georganiseerd hebben. Deels. De beurs hebben wij inderdaad georganiseerd. En samen met het Muiderslot en met Toner Company en met uitgeverij Cliché hebben wij dus deze dag georganiseerd. Dat is dan een jaartje geleden begonnen. We dachten van nou, hoe kunnen we nou feestelijk vieren dat Tompoes 75 jaar bestaat. En dan ideaal is het dat het hier in het Muiderslot kan. Ja. En overigens hebben wij als vereniging ook een lustrum, want we staan nu 25 jaar. Okay. Dus vandaar dat je hier ook vlaggetjes ziet hangen met 25 jaar. In het Muiderslot is er ook een grote tentoonstelling gaande. Dus dat heet Van Muiderslot tot Bommelstein. En dan zie je dus dat er allemaal, dat het Bommelstein in de loop der jaren verandert. En dat heeft Muiderslot ook gedaan. Dat verandert ook steeds in de loop der eeuwen. Dus hier hadden we volgend de opening. En hier zie je dus de beurs. En we hebben het hier lekker druk vandaag, dus dat is mooi. Ja. En vandaag op deze dag zijn er ook diverse andere evenementen. Dus er zijn lezingen, er is een theatervertelvoorstelling. En dan heb je Imme Besanier, die doet verhaal tot Tompoes en het tijddeurtje. Dus dat is een van de 177 verhalen. En dat wordt nu overigens ook verstript door Dick Matena. Dat komt over, een paar weken of in ieder geval in juni uiterlijk uit. Dus als ballonstrip. Ja. En dus nu dus ook vandaag als vertelvoorstelling. Ja. Oké, nou, dat is leuk. Dus ja, heel veel activiteiten rondom 75 jaar Tompoes en Olivier B. Bommel. Dat klopt. Ah, oké, nou bedankt voor de uitleg en heel veel succes. Dankjewel. Dus
zou even zitten als een heer van de stand in een heerlijke stoel die hier opgesteld staat in een klein hoekje in het Marderslot. Nou, beneden op de binnenplaats is een hele gezellige markt waarvan alles te vinden is wat met zo'n poes en oliebij Bommel te maken heeft. Van hele oude verzamelobjecten tot ook natuurlijk het nieuwste album. Nou, Tim Arts die is aan het signeren, ontzettend leuk. En in het slot is ook een prachtige expositie waar heel veel te zien valt. En ja, ze hebben een leuk hoekje gemaakt hier waar je even kan zitten en even wat prachtige platen van Tom Poes en Oli Beton gaan kijken. Stripvrienden, zo sta je nog een keer op leuke locaties te vloggen. Dat komt niet vaak voor, maar het is wel ontzettend leuk. Ja, achter mij even het zicht vanaf het kasteel. Ik sta hier een beetje hoog. Nou, er komt een klein beetje zon bij, dus het weer wordt iets beter. En ja, het is ontzettend leuk om hier te zijn. Ondanks het weer. En ik zeg al, het is... Nou ja, ik sta hoog, zoals jullie zien. Ja, beneden, ja, het is helemaal afgedekt. Een grote tent eromheen. Nou ja, zoals jullie kunnen zien... sta ik... op een mooie hoge positie. Daar dus. Nou, inmiddels ben ik weer een beetje op de weg naar beneden. Maar ik ben nu echt een beetje verdwaald in het slot. We gaan weer een donkere kamer in. En ik ga weer op zoek naar de Bommel tentoonstelling. Werd een van de eerste exemplaren aangeboden aan de tekenaar-schrijver Marten Toonder, de geestelijke vader van Tom Poes en Oli B. Bon. In een klein, een beetje een soort ondergrondse bunker, daar is een lezing. De deur is dicht, dus ik ga even kijken of ik er nog in kan. Maar dat is even net buiten, zoals jullie kunnen zien op de achtergrond. Daar is het Muiderslot. Daar ga ik nou naar binnen. We staan van 1947 tot 1951. Hier duidelijk wordt aangegeven voor Poes die het zware werk moet doen. En de Bommel, heer van stand, dat wordt rustig aan moet doen. Dat blijft in alle verhalen wel bestaan, weet je, hè? Dat Poes toch het zware werk moet doen. Het aardige van Tom Poes is ook dat hij dat doet. Hè? Want ik vind het toch wel een heel bijzonder karakter. Daar wil ik dan nog wel even wat over zeggen. In de literatuurwetenschap worden drie typen onderscheiden. Figuren die in boeken voorkomen. Je hebt de round characters, de flat characters en de types. En bij types moet u denken aan de figuren uit Roald Dahl. Commissaris Bullebas is ook een vreselijke echte politieagent. Dokter Anne Sielknijper, de psycholoog en psychiater, is echt zo'n vervelende geit te worden zonder psycholoog. En burgemeester Dick had ook niet helemaal zuiver moeten gaan. Het zijn dus echt types geworden. Het was een bos in de buurt van de Rommeldam. Maar het was zo woest en dicht begroeid dat er eigenlijk bijna nooit iemand kwam. En Tom Poes liep en liep en liep en liep. En na uren wandelen liep hij langzaam op een open plek af. Hij duwde de takken opzij en tot zijn verbazing stond er op de open plek een ruïne. Een kapot gebouw, een ruïne.
Het was eens een kasteel geweest, dat was duidelijk. En dat was duidelijk te zien aan de resten van een ronde toren. Daarnaast stond een muur, begroeid met klimplanten. En in de spleten en kieren nestelde raven. Tompoes liep er eens omheen. Het was eigenlijk alleen maar een muurtje met een stukje toren. En in dat muurtje zat een deurtje. Een houten deurtje waar vreemde tekens in uitgehouden waren. Hij ging voor de bouwval zitten. Pakte zijn pakketje uit. En ging lekker wat eten. En de zon scheen, wat zei je? En drinken. En drinken, hartstikke goed. Eten en drinken. En de zon scheen op zijn hoofd. Lekker warm. Hij hoorde wat vogels fluiten en de bladeren ritselden van de lentewind. Op dat moment hoorde hij plotseling een roestig geknars. Het kwam uit de richting van het deurtje. Plotseling vloog het deurtje open en kwam er een ruige heerschap naar buiten stappen met vriendenkleren. Mooi, stevig deurtje. Je wierp het deurtje dicht. Ik moet mij redden. Tompoes stond op. Is iemand hier boven op de... schoorsteen hier boven, daar kan je op. Houd gewoon vol, dit is een spannend effectje. Wat hoor ik nou? Tompoes stond op en vroeg, maakte zich gereed om het ruige heerschap te begroeten. Goedemiddag, mag ik u vragen waar u vandaan komt? Waar ik vandaan kom? Dat is een vreemde vraag, Poorter. Getuigd van weinig verstand, ik kom uit mijn kasteel. Uw kasteel, maar het is eigenlijk maar een ruïne. Mijn kasteel, hè? Het kasteel van Baron Everhard, een ruïne. Het is het sterkste slot van het hele koninkrijk. Ik sta hier naast Tom Makkai van Uitgeverij Cliché. Ja. Aan het eind van een bijzondere dag in het Muiderslot, vanwege een expositie over Tompoes en heer Bommel. Ja. En wat is jullie link met Tompoes? We hebben een uitgeverij en die uitgeverij die heeft vandaag het boek De Tikkentafel hieruit gebracht. En daarnaast nog andere Bommel en Tompoes producten die wij ook komende jaar gaan uitbrengen in verband met 75 jaar Tompoes. Oké, ik had begrepen dat jullie ook mee georganiseerd hebben aan deze dag. Ja, ik ben gevraagd om mee te denken over de tentoonstelling en de beurzen opzetten hier en wat andere zaken. Dus dat doe ik graag. Oké, nou is er ook pas geleden een tussen aanhalingstekens nieuw Tompoes album uitgebracht, Tompoes en de Krakers. Maar wat is een beetje de reden geweest dat dat opnieuw uitgebracht is? Tijdens de stripdagen in Rijswijk is hij uitgekomen. En daar was de tentoonstelling de science fiction in de Tompoes verhalen. En Tompoes en de Krakers pasten daar heel goed bij. Dus die hebben we heruitgereden. Het was een ontzettend leuke dag. Mooie dingen gezien. Hoe hebben jullie het ervaren? Ja, heel positief. Het was druk en gezellig. Oké, bedankt dat je even de tijd had. Ja, graag gedaan. Oké. En zo hobbelen we dan weer naar huis. Na een bijzonder leuke middag hier op het Muidersplot, ondanks dat het weer niet zo heel geweldig was en het een beetje koud was en best wel waaide, was het gewoon heel leuk. Er was veel te doen, leuke expositie en ook leuk die activiteiten erbij, zoals een lezing die meerdere malen per dag gehouden werd en ook het vertellen. Dat was ontzettend leuk om even te zien. Nou, nog even een laatste blik op het slot, Muiderslot. Ik ga in de auto stappen en ik ga op huis aan. Dus bedankt voor het kijken mensen en tot de volgende video.